Welkom, dit is een hele spannende aflevering. En misschien, hij is nog niet geschoten, maar misschien is dit mijn favoriete aflevering zover. Nou en of, Peter. Dit wordt een tijd om een lekker potje te doen. Lekker spelen. Kijk, we beginnen hier heel lekker met een papagaaitje. Een papagaaitje. En, maar is dit dan mamagaaitje? Oh. Want dat... Ja, Peter. Kijk. Dat moet je moet ons een beetje loslaten, hoor. Want dat zijn grappen die hier aankomen en het zijn dit leuke moet je dingen. Niet te serieus nemen. Dit moet je niet serieus. Dit moet ons gewoon een beetje laten gaan, want hey, we zijn gewoon een beetje gek aan het doen. En subscribe gewoon en abonneer, want dit wordt een doldwaze. Hé, maar Peter, moet ik je iets vertellen? Nou. Wist je dat dit een van Walt Disney's classics was? Nee, deze Jungle Book is een van Walt Disney's classics. Wil je zeggen dat dit een Walt Disney classic is, een officiële? Dit is een officiële classic. Dit betekent dat dit een van de beste spellen van de wereld op dit moment is. Dat is... er zijn wat spellen tegenwoordig, dus dat is wel echt een titel... Je hebt heel veel spellen tegenwoordig. Ik zag laatst nog een spel langskomen. Dus dat betekent dat het heel vaak gebeurt. Ik zag laatst nog een spelletje of twee zag ik langskomen. Dus ja, dan kun je... Oh, maar dit is leuk hoor. Dit is leuk. Hier staan we gewoon op een vliegtuig. Dat doen ze gewoon in. Je denkt dat ze in de jungle geen vliegtuig hebben, maar daar heb je het helemaal mis. Ernaast, want als je het niet verwacht, dan doen ze de meest gekke dingen in die classics. En dat maakt ze natuurlijk ook classics. Want wie zit erop te wachten dat je alles maar aanziet komen? Dit bedoel ik nou. Een miertje of twee. Denk ik. Dit is een pinda met dingen erop. Een pinda. Dat is gewoon een pinda. En dat is een steentje. Kijk, dat is mooi. Dat vind ik mooi. Ik zag hem niet aankomen. Ik schrok een beetje. Nee, ik wou je bijna waarschuwen, maar ik dacht, jij bent onder controle. Onvoorspelbaar. Ja, dat is gewoon mooi om te zien. Ja, dat is leuk. Dinosaurus hier en daar. Kijk, en dat zijn van die zelfbedachte diersoorten, weet je wel. Kijk, en dan schrik ik eventjes. Dat is, dat kunnen ze in de nieuwe Resident Evils, dat doen ze niet meer. Dan laat ze je niet meer schrikken, maar deze classic... Dat zit er niet meer, maar ze proberen het niet eens. Deze classic, die probeert het niet en het lukt. Alle genres pikken ze mee. Ik vind het zo spannend. Horror. Je hebt humor, want kijk nou, dat olifantje met dat kapseltje. Ja, ja, ja. En dat vind ik een grappig kapseltje. Dat vind ik grappig. Zonder kapsel vind ik hem goed. Want, met kapsel vind ik hem beter. Ja, veel beter, hè. Weet je wat het is? Het is een grap met lagen, want hij heeft natuurlijk een grappig kapseltje. Maar wie knipt dat kapseltje dan, hè? Dan heb je ook weer een olifant, een olifantenkapper. Of weet je wat, een slangenkapper. Nou, dat vind ik heel gek. Dat vind ik gek. Dat is gek om over na te denken. Dat is leuk om over na te denken. Dat hebben ze expres gedaan. Dat is gewoon het dubbele in Jungle Book, weet je wel. Al van die gekke... Zoals deze steen. Waar komt die steen vandaan? Daar moet je gewoon allemaal over na... Want die steen, dat vergeten de kijkers thuis, die weten natuurlijk niet hoe je spelletjes maakt. Maar die steen, die staat er niet automatisch. Het moet getekend worden, geplaatst. Er is over nagedacht. Die is getekend. Walt Disney, die maakt films, maakt spellen. Soms doet hij een liedje of twee. Maar dit doet hij allemaal en dat denkt hij uit. Dus dit is uitgedacht. Dit doe je niet zomaar. Dit kan niet zomaar 1, 2, 3 gemaakt worden. Hier is lang over nagedacht. Dat is een van mijn favoriete spellen namelijk. Dit is wederom een... Walt Disney Classic en ik moet eerlijk bekennen, ik zit een beetje vast. Dus we pakken het genre puzzel er ook nog even bij. En dan heb je toch echt het complete pakket van het spel van het jaar. Dit is mijn nominatie van het spel van het jaar. 2013. En weet je wat, ik gooi deze beste soundtrack gooi ik er ook bij. Want ik weet niet wie deze soundtrack heeft gemaakt. Maar ik las ergens op IMDb, Bear McCreary doet ook... Bear McCreary? Nee, je kent hem misschien van... Jurassic Park, heb ik hem misschien wel gehoord. The Walking Dead. The Walking Dead? De Walt Disney Classic Walking Dead? Of is het de gewone... Ik kan niet met alle zekerheid zeggen of Walt Disney daaraan meegewerkt heeft. Maar ik kan wel zeggen dat het ook een klassiekertje is. Dat kan ik wel zeggen. Nou, dat is zeker waar, maar... Ik nu even terug naar Jungle Book. Dat is een Walt Disney Classic. En daarom dus een van de betere classics. Ja, want onder de classics zijn de Walt Disney Classics heel sterk. Als je van
Verder ken ik hem niet. Nee, ik ook niet. Kijk, en wat gaat er nu gebeuren? Kijk, dat is spannend. Dat steentje. Dat is spannend. Zie je dat steentje daar rechts? Kijk, dit is weer... Dit is een twijfelgeval, hè? Ja, dit is weer even zo'n ding van, dit is geplaatst. Maar dan moet je naar... Wij hebben dit spel al vaak gespeeld. Dat kun je misschien wel merken. Maar jij thuis denkt misschien, wat kan er gebeuren? Nou, er zijn... Twee mogelijkheden, die steen rolt naar ons toe. En dat is gevaarlijk. Nou, dat zou je niet zomaar denken. Die steen ziet er heel erg stevig uit. Zoals, Hij ziet er heel stabiel uit, maar dat is Walt Disney. Klassieke Walt Disney. En dit is ook een classic Walt Disney classic. En dat is misschien iets te diep gaan we nu. Maar die steen, ik zeg, hij gaat bewegen. En we zijn dood.